Tim Vinken, trainer van Almere City FC onder 17. Een team in de Academy van Almere City. Ja, jullie staan aan het begin van jullie seizoen. Kun jij ons eens wat vertellen over jouw onder 17? Wat voor team is dat? Het is een team wat nog erg in opbouw is. Vorig jaar hebben ze in de onder 16 gezeten met een mix van zowel eerstejaars als tweedejaars, dus onder 15 en onder 16 spelers. Daarvan is ongeveer de helft dus nu onder 17 geworden, waardoor we ook 6 spelers van buitenaf hebben aangetrokken. Aangevuld met 2 jongere jongens, dus die hebben nu eigenlijk nog de onder 16 leeftijd, zitten nu dan in de onder 17. Dus een mix van alles, maar met name een team in opbouw. Ja, het is een team in opbouw. Wat betekent dat voor het seizoen? Wat voor seizoen verwacht jij met deze jongens tegemoet te gaan? Wat betekent het voor het seizoen? Met name de voorbereiding. Normaal gesproken zeg je 6 weken voorbereiding en dan zijn we er helemaal klaar voor. Nou, dat kan met een team dat eigenlijk helemaal nieuw is samengesteld wel eens wat langer duren. Dat wist ik ook vooraf. Nou, dat denk ik nu ook terug te zien. Maar als je vraagt, ja, wat verwacht je dan over het hele jaar? Ja, gewoon zoals alle eerdere jaren ook, dat het hartstikke leuk gaat worden. Dat we hartstikke leuk voetbal gaan spelen en dat we gaan proberen ook de mensen die weer gelukkig mogen komen kijken te vermaken. Ja, uiteindelijk gaat voetbal natuurlijk ook gewoon om winnen. Jullie spelen daarbij in een competitie met zowel amateurteams als profclubs, zeg maar. Wat voor competitie is dat? Wat voor mix levert dat op? Divisie 2 spelen wij. Dat is het één na hoogste niveau. Divisie 1 zit er nog boven. Nou, daar zitten de Feyenoord, de Ajax, de PSV in. Dus dat is één niveautje daaronder, maar nog steeds wel sterk, denk ik. In de onder 17 categorie heb je een aantal BVO's die ervoor kiezen om dat team niet te nemen. Daardoor zitten we ook bij een aantal amateurclubs erbij in. Maar die zijn ook altijd, heeft de ervaring nu al geleerd, van goed niveau. Dus een echte competitie wordt het. Ja, en bij deze club is de ambitie natuurlijk nooit ver weg. Is er bij jullie ook de ambitie om hoog te eindigen? Of is dat reëel überhaupt? Of hoe kijk jij daarnaar? Dat gaan we uiteraard wel proberen. Wij gaan sowieso alle wedstrijden aanvangen met het idee van we gaan proberen vandaag te winnen. Dus dat is ook onveranderd. Dat is ook binnen alle elftallen binnen de jeugdopleiding is ook zo. Of dat gaat lukken is een ander verhaal. Dat zal, zaterdag spelen we de eerste wedstrijd, zal gelijk gaan uitwijzen hoe we daarvoor staan. Maar uiteraard mikken we zo hoog mogelijk. Ja, en als jij nou één focuspunt moet noemen voor deze selectie, waar jij het komende jaar echt hard aan gaat werken, wat is dat dan? Een van de belangrijkste punten bij de onder 17, en dat is eigenlijk altijd ook wel zo, is dat je gaat een beetje van de middenbouw, dus spelen, echt met name nog bezig zijn met jezelf en bezig zijn met je eigen taak binnen het spel, ga je bij de onder 17 ook al wat meer naar het seniorenvoetbal onder 18 en dan onder 21 seniorenvoetbal. En waarin je ook heel erg bezig bent met je team. En wat hebben mijn medespelers nou nodig? Hoe kunnen we gezamenlijk een zo goed mogelijke prestatie leveren? Dus daar gaat doorgaans heel veel aandacht naartoe. En zoals ik het nu inschat, is dat dit jaar hetzelfde. Dus met onder 17 gaan jullie samen op weg naar een mooi seizoen? Ja, dat sowieso. Maar ik weet inmiddels ook dat is een grote uitdaging voor de jongens om te leren. Van ik heb mijn medespeler naast me, voor me, achter me nodig om zelf ook goed te kunnen presteren. En als elke speler dat op een gegeven moment doorheeft, dan krijg je automatisch een beter functionerend team. Mooi. Veel succes komend seizoen en dankjewel. Dankjewel.